Laten we heel eerlijk zijn. Je bent niet zomaar 10 jaar een trainer bij één club. Ondanks dat je ruk presteert. Laten we heel eerlijk zijn. Arsenal is geen Nederlands elftal, hè, Marwan. En een nationaal elftal trainen is geen club. Alleen het ding is dat je dat ding is bij iedereen zo'n onderdeel van je leven geworden. Ja. Dat het niet meer weg te denken is. Kijk, en dat is eigenlijk ook wel een klein beetje het probleem. Yo guys, mijn naam is Marwan en welkom bij alweer een nieuwe podcast van Bakje met Marm. Zoals gewoonlijk heb ik elke week een speciale gast. En die speciale gast is, stel je even voor. Robert Ruizaert, docent bij de Hogeschool Rotterdam. Voorheen voetbaltrainer geweest bij Excelsior Rotterdam. En overleven in de coronaperiode hè, als ADO-docent. Zeker weten. Het is ook zo van dat al mijn podcasts eigenlijk digitaal worden gedaan. Door de corona gebeuren enzovoort. Anders zou ik het gewoon echt fysiek met je doen. Ja. Maar helaas moet het zo gedaan worden. Maar dat mag de pret niet bederven uiteraard. Je bent docent bij Hogeschool Rotterdam. Ja. En je bent niet zo oud eigenlijk, om het zo te zeggen. Nou, als ik naar mijn eigen lichaam luister, dan krijg ik nog steeds. Nee, toevallig volgende week word ik 32. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, maar dat hoor je, natuurlijk, maar dat hoor je niet vaak als docent zijnde bij een hogeschool. Nee, als ik om me heen kijk, dan zijn er wel flink wat oudere collega's, ja. Maar ik moet ook wel zeggen dat de laatste tijd we steeds meer jongere collega's ook. Okay. Dus die net iets ouder zijn, dezelfde leeftijd of zelfs nog jonger. Is dat een trend? Ik weet niet of het een trend is. Maar je ziet gewoon jongere mensen binnenkomen. En ik denk dat ook wel noodzakelijk is. Omdat de markt verandert ook. Die vraagt gewoon om nieuwe kennis die vaak jongere mensen hebben. Ja, klopt, dat is waar. De opleiding wordt ook steeds nieuwer en nieuwer. Die moet met de tijd meegaan. Dus vroeger had je zeg maar een opleiding, die kon gewoon makkelijk 10 jaar mee zonder iets aan te kunnen veranderen. Maar nu, vanwege de digitale wereld, verandert dat steeds, weet je. Dus ja, dan is het wel handig om jonge mensen te hebben, uiteraard, zeker. Ja, maar nee. Hoe lang ben je al docent? Ik ben in november 2017 binnengekomen. Dus dat is dat 3,5 jaar zoiets. Oké. Okay. Ja. Dus rond je 29ste ben je al eigenlijk officieel docent. Ja, dat had ik van tevoren ook niet gedacht hoor. ik zeg het je heel eerlijk. Het klinkt misschien raar wat ik nu ga zeggen, maar ik vind het soort van... ik vind het trouwens goed dat je docent bent, weet je. Je interesse liggen daar, weet je. Doe je ding. Maar ik vind het soort van toch een beetje raar, want ik ben dan soort van gewend, een docent moet minimaal 40 jaar zijn. Want dat gevoel heb ik dan weer, want dat is juist weer slecht. Juist moet je docenten hebben van jouw eigen leeftijd, waardoor je juist die interactie wat makkelijker hebt. Maar waarom, mag ik je vragen, waarom vind je dat een docent dan minimaal 40 jaar moet zijn? Ja, ik weet het niet, misschien omdat ik dan, het is van de basisschool soort van meegegeven, dat iemand die is veel ouder, die heeft ervaring, die heeft heel veel op school gezeten. Die heeft een masteropleiding gehad. Sommigen die hebben een stuk of 4, weet je. Die blijven maar doorleren terwijl ze aan het werk zijn. Ja. Weet je, en dan kom je ook weer in het mbo. En dan is het weer hetzelfde geval. Dan zijn ze dik in de 40, dik in de 50, weet je. En dan ga je het hbo in. En dan zie je af en toe ook hier en daar uitschieters, 30ers, weet je. En dan kom ik weer bij een andere opleiding. En dan is het ook weer zo van, weet je, er is nog een ander collega ook van jou. Die is ook best wel... Die is nog aan het studeren. Die ga ik nog interviewen trouwens. Maar het is ook wel zo van het is allemaal aan het verjongen steeds, weet je. En dan denk ik van... Het is wel goed, maar aan de andere kant... Ik weet niet, het heeft een cliché gevoel eigenlijk. Ja. Dat is het. Ja, sterker nog, ik ben zelf ook nog aan het studeren. Oh, serieus? Ja, kijk maar op de achtergrond. Er hangen overal post-its met dingen waar ik mee bezig ben voor mijn studie. Ja, de kijkers kunnen een scriptie aan het schrijven, maar... Precies, ja. De kijkers kunnen dat niet zien helaas, post-its. Maar nee, ik zie wel aardig... die whiteboard is aardig volgeschreven, om het zo te zeggen. En die ook. Hoppakee, zo. Goeiedag zeg. Ja, nee joh, maar... Nee, kijk, ik... Er is een... daarin
Kijk, er wordt van hbo-docenten verwacht dat je in bezit bent van een masteropleiding. En waarom is dat? Om te kunnen, in ieder geval kunnen... Kijk, als jij voor de klas staat, moet je wel op een bepaald denkniveau zitten om ook wel studenten te kunnen laten excelleren. Ja, klopt. Ik ben van mening dat je daar niet per se een masteropleiding voor moet hebben. Maar kijk, je wil studenten een stap verder brengen. Niet alleen in hun carrière, maar ook gewoon persoonlijk. En daarvoor is ervaring, wat jij net zegt, is best wel handig. Ja, zeker. Alleen, zeker. Ervaring in wat? Ja, goede vraag. Bijvoorbeeld in de basisschool, op de basisschool is dat net wat anders. Tuurlijk, dan heb je wel je papiertje nodig, want dat heeft te maken met theorie die je dan op praktijk moet toepassen. En dat werkt, want daar is wel onderzoek naar gedaan. Ja. Maar dan als je kijkt naar mbo, hbo, universiteit, dan vraagt het gewoon echt ervaring. Weet je, bijvoorbeeld, tuurlijk. Nou, je bent docent van mijn opleiding waar ik nu op is, waar ik op zeg maar zit, creative marketing en sales. Dan vind ik persoonlijk, dan misschien klinkt het raar, misschien zal er wellicht een docent zijn die zit nu te kijken, zit nu te luisteren van wat zeg je nou, man. Ja, maar ik vind wel bijvoorbeeld in onze opleiding hoef je niet per se een master voor te hebben. Waarom? Dat moment is het gewoon puur ervaring. Weet je, hoe je moet verkopen, welke methodes toen diegene heeft gebruikt enzovoort. Weet je, en dan als je dat zeg maar meegeeft aan de student, kan dat meer effect hebben dan boekwijsheden, weet je. Tuurlijk, we krijgen dat wel binnen. We gebruiken het wel als de studenten. Mm-hmm. Maar het is wel zo van dat ervaring wel zwaarder weegt dan boekwijsheden, om het zo te zeggen. Ja, maar ik denk dat daar wel een verandering in komt. Als je gaat kijken naar onderwijs, als je een aantal jaren geleden had gevraagd van oké, waar doe je nou eigenlijk kennis op? Dan zullen 9 van de 10 keer mensen zeggen, dat doe je op school. Ja. Daar moet je een opleiding voor volgen, om nieuwe kennis op te kunnen doen. Alleen, kijk nu naar de wereld waar we nu in leven, waarin gewoon best wel veel kennis ook gewoon op straat ligt, als in op het internet. Ja, klopt. Hè? Er zijn zelfs een Elon Musk en, hoe heet je van Amazon? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Die uitspraken doen over, hey, school is een waste of time. Kennis kun je online vinden, kun je zelf consumeren. Je hoeft daarvoor niet naar school. School is een leuke bezigheid. Ja, klopt. Het is alleen meer voor sociale contacten eigenlijk. Wat zeg je? School is meer eigenlijk voor sociale contacten, heb ik gemerkt. Ja, ook. Alleen, ik denk dat wij als opleidingen moeten gaan nadenken over, oké, als dat zo is, en als dat steeds meer zo gaat zijn, welke rol vervullen wij dan? En ik denk dat we veel meer moeten naar het faciliteren van leren. En dat wil eigenlijk zeggen is dat je niet meer traditioneel, dat er een docent voor een klas staat met ervaring en kennis, die maar zijn kennis en ervaring overbrengt en zegt, hey, dit is hoe het zit. Dit moeten jullie leren, want jullie gaan zo het werkveld in en dat moet je dan kunnen. En dan kun je je afvragen, hey, stel nou, hè, die 40er die voor die klas staat, hoe lang werkt hij al bij zo'n school? Hoe lang is hij al niet meer in die echte praktijk geweest? Ja, precies. Hoe relevant is die kennis nog? Hè? Ja, klopt. Maar dan vraag ik me af, hè? Dan vraag ik me af, bijvoorbeeld, we hebben docenten, natuurlijk, die zitten met hun ene been zitten ze gewoon met hun vak en de andere been op school. Ja. Bij mijn vorige opleiding was dat soort van, moest dat een soort van norm zijn. Dat bijvoorbeeld een docent, zijn ene been moet op dat vakgedeelte, zeg maar. Vooral bij de entertainment. En de andere been op school. Want wat hij leert, zeg maar, met zijn eigen onderneming of waar hij werkt, is, zeg maar, moet hij dan, zeg maar, meenemen naar school. Want dat is een heel ander soort theorie dan wat je dan boeken krijgt. Of boeken hebt. Want boeken die verouderen. Maar is dat ook zeg maar in de opleiding creative marketing en sales, is dat ook zo? Zeg maar dat een docent, van één docent weet ik dat wel heel toevallig, weet je, in zijn vrije tijd werkt hij ook gewoon door, weet je, als investeerder en bankier en wat dan ook. En andere kant is je gewoon docent, gewoon, weet je. En is dat ook een norm binnen de opleiding? Bij ons is het niet per definitie een norm. Waar onze opleiding natuurlijk wel, als je het hebt over creative marketing en sales, waar zij zich wel in onderscheiden, is dat we zoveel mogelijk in contact willen staan met de praktijk. Ja. Dus
wij doen heel veel, zoals je weet, hebben we natuurlijk een theorielijn en een praktijklijn. En je wil die combinatie laten plaatsvinden. Dus je wil dat jullie als studenten in contact komen met de praktijk. Want in de praktijk zit eigenlijk ook heel veel kennis. Hè? Er zitten bedrijven die al jarenlang ondernemen. Die weten hoe de vork in de steel zit, om maar zo te zeggen. En ik denk dat er nog steeds wel basisprincipes zijn die altijd zullen blijven. Alleen het speelveld en de spelregels waar we mee te maken hebben in de praktijk, die veranderen. Hè? Door technologie, door nieuwe toepassingen. En daar moet je denk ik wel van op de hoogte blijven. Alleen, er zijn andere manieren om dat naar binnen te halen. Je zou kunnen zeggen, okay, één docent moet met zijn ene been in de praktijk staan. En zoals je net het voorbeeld gaf. Ja. Collega Frank is dat. Die nog belegt en onderneemt. Ja, precies. En aan de andere kant ook voor de klas staat. Ja. Dat is natuurlijk ook heel relevant. Super. Daarom. Dat maakt het ook bijvoorbeeld. Kijk, sorry dat ik je onderbreek. Maar dat maakt bijvoorbeeld voor mij, als ik zijn lessen. Dat maakt het dan ook voor mij interessant om daarna te luisteren. Want als hij iets zegt, dan zegt hij iets uit ervaring. Niet uit de boekwijsheid of zo. Ja, tuurlijk, er zijn ook andere. Bijvoorbeeld, ik wil niet alle docenten een tekort doen of zo. Tuurlijk, iedereen heeft ervaring en wat dan ook, weet je. Maar het is voor mij wel belangrijk dat iemand heel fris in die soort van iets wat hij gisteren heeft geleerd, dat kan hij morgen toepassen. Snap je? En dat is voor mij een soort van, als de student zijnde. Het lijkt wel dat ik nu eens een interview doe. Jij als dus de docent en over de opleiding een beetje zit te klagen. Nee, maar natuurlijk niet. Maar het is wel zo van iets wat ik zie met een kritisch oog. Snap je? Natuurlijk. Het is wel zo van, dat vind ik wat fijner zeg maar aan les krijgen van Frank, om het zo te zeggen. Ja. En dat is ook iets wat, weet je, ik wil niet alle docenten, misschien gaan docenten mij die gaan een pik op mij krijgen of zo, weet je. Maar het is wel zo van dat, hoe ik het zie, snap je? Bijvoorbeeld als iemand iets ervaart wat hij gisteren heeft gedaan en die past het vandaag of morgen toe tijdens de les, dan weet je, dan omarm ik dat, weet je, en dan zit ik met plezier ernaar te luisteren, weet je. En dan is dat voor mij. Dan kan ik dat oppakken en dan kan ik dat gauw meenemen in mijn eigen ervaring, in mijn eigen werkstuk, bij wijze van spreken. Of scriptie of onderzoek of wat dan ook. Weet je, en dat is dan blijft je scriptie bij wijze van spreken. Natuurlijk, we werken niet met de scriptie over 4 jaar, maar het is wel zo van dat, het is wel van belang dat jouw scriptie is dat moment dan niet verouderd of zo. Dat is dan een soort van up-to-date en die kan wellicht 2 à 3 jaar mee, dat moment. Ja, nou ja, ik ben het. Je staat de spijker op zijn kop, Maron. En ik ben het absoluut met je eens. Alleen, je kunt dat van een docent vragen. Maar je zou ook kunnen zeggen, we regelen dat op een andere manier. Kijk, ik geef, naast dat ik actief ben bij Creative Marketing en Sales, coördineer ik een minor bij de Hogeschool Rotterdam. Mm-hmm. Het gaat over online marketing. Ja. Zoals je weet, is dat een vakgebied dat ontiegelijk snel beweegt. Jazeker. Heel hard. Dus om daar boeken en theorie vast te stellen van oké, hey, dit is het en dit moet je weten. Ja, dat is niet te doen. Nee. Er zitten basis marketingprincipes, die zie je terugkomen. Alleen de toepassing, die verandert constant. Nou, wat hebben we nou gezegd? Hoe gaan we dat nou inbouwen in die cursus? Wat we nu doen is, we huren zeg maar een online marketingbureau in. Dus we werken samen, we hebben een partnership met een online marketingbureau. Mm-hmm. En zij nemen gewoon actief deel aan die cursus. Dus zij verzorgen colleges, zij zorgen voor consults met groepen die dus met een opdracht bezig zijn. Van hey, zo zou je dat kunnen aanpakken. Dus zij hebben de kennis en de expertise. Ze hebben een community met ruim 50 experts daarin zitten op verschillende gebieden. Die gewoon klaarstaan om vragen te beantwoorden van studenten die bezig zijn. En die gasten, die zijn gewoon fulltime, dat zijn zzp'ers, dat zijn freelancers, die gewoon bezig zijn in dat vakgebied. Ja. Dus die bijvoorbeeld met social advertising bezig zijn. En mochten studenten daarmee bezig zijn, dan kunnen ze bij zo'n expert terecht om een vraag te stellen van, hey, ik ben bezig met een campagne, alleen ik loop hier tegenaan, hoe kun je me daarbij helpen? Ja, precies. Dat kun je het best aanpakken. Ja, ik denk dat dat de manier is waar we naartoe moeten gaan werken.
Ja, maar dat is, volgens mij is dat ook de enige manier om daar naartoe te werken. Wat je net zei, bijvoorbeeld het online marketing, dat één boek, als je die al, zeg maar, zo kom ik er niet uit, als je één boek al, zeg maar, niet hebt, nog een keer. Even nog een keer. Als je één boek, zeg maar, hebt uitgelezen en dan vervolgens zegt van, oh, ik weet alles over online marketing, dan ben je al te laat. Ja. Zo snel gaat het al met de online marketing, weet je. En dat is iets wat waar je continu, weet je, ik zit, als je naar mijn schermtijd kijkt van mijn telefoon, over hoeveel uur ik dan op Instagram zit. Robert, dat is dramatisch veel. Weet je, en tuurlijk, mensen denken nu zo van, heeft Marwan geen baan? Ja, nou, met alle respect, mijn baan is social media en mijn baan is Instagram. Weet je, en dat, daar doe ik het voor. Weet je, en mijn moeder zegt zo van, volgens mij ben jij verslaafd aan je telefoon, maar ik zit er continu op. Als trendwatcher moet je op bepaalde dingen keihard erop zitten. Dan moet je gewoon echt er bovenop zitten als iets trending is. En ook op TikTok, weet je, zit ik alleen maar te scrollen. Weet je, soms word ik gewoon gek. Weet je, dan denk ik van, oké, ik leg mijn telefoon even neer voor een kwartiertje en dan na 5 minuten pak ik hem weer. Soms denk ik ook zo van, heb ik een verslaving? Maar als ik een verslaving had, zou ik ook niet kunnen slapen en andere dingen. Dan zou ik hem echt ook niet kunnen neerleggen, weet je. Bijvoorbeeld nu tijdens een podcast, als ik verslaafd zou zijn, zou ik dit podcast niet normaal kunnen opnemen, weet je. Dat is al één. Maar het is ook zo van dat, waar het eigenlijk om gaat, is dat heel veel mensen hebben dat besef niet. Dat hoe snel eigenlijk social media groeit. En het wordt een van onze basisbehoeften. Ik weet niet of je de piramide van Maslow gelooft. Dat is voor mij, het was eerst een soort van, ik denk, een erkenning. Maar dat hoort tot eigenlijk de eerste steen. De basisbehoeften zoals eten, slapen, eten, seks en wat nog meer. En je basisbehoeften waar je mee kan leven, kleren enzovoort. Je gaat niet dood, hè, als je dat ding kan laten liggen. Ja, nee, tuurlijk niet. Je gaat niet dood. Maar het is wel zo van, het is wel levensbepalend als je iets wil doen. Ja. Op geen moment, snap je? Bijvoorbeeld als je iets wil opzoeken. Of je wil navigatie. Tuurlijk, je hebt van die luxe auto's die standaard navigatie hebben. Als je zo'n telefoon hebt en je legt het neer op bijvoorbeeld vaak bij Apple, bij iPhones, als je dat bij sommige auto's, je legt ze gewoon neer tijdens het laden. En dan connect je al gelijk met je met je auto. Ja. En dan denk ik van, oké, dit is de toekomst. Alleen bij het neerleggen, bij het opladen van je telefoon in de auto, die connect hem al gelijk met je navigatiesysteem en hoe je het wilt hebben. Iemand belt denk ik aan als jullie dit hebben gehoord. Inderdaad. Maar het is wel zo van dat de telefoon steeds belangrijker wordt. En ook bijna een soort van levensbepalend is. Het is al levensbepalend. Want laat ik heel eerlijk zeggen. Zou je naar buiten gaan zonder telefoon? Nee, ja, sterker nog. Als ik naar buiten ga zonder telefoon, lijkt het alsof ik zonder broek naar buiten loop. Dat bedoel ik. Snap. Ik bijvoorbeeld, kijk, ik heb dan weer zo'n angst. Dat mag iedereen weten. Bijvoorbeeld als ik iets doe, als ik ergens naartoe ga, zeg ik altijd tegen, maar ik ga daar naartoe. Weet je, dat mag iedereen weten. Daar schaam ik niet voor. Ik ben een mama's kindje, om het zo te zeggen. En ja, dan zeg ik van, maar ik ga daar naartoe. Dan zeg ik, oké, is goed, dit en dat, bla, bla, bla. Een keer ging bij mij de telefoon uit. Gewoon helemaal ging op zwart. Ik kon hem niet opladen nergens. Nou, ik dan stressen, stel je voor, ze belt mij. En dan? Weet je, dat soort dingen gaan door mijn hoofd. Dus op een gegeven moment ging ik aanbellen. Ik zei, ma, heb je gebeld? Zei ze, nee. Dan zat ik die 20 minuten helemaal voor niks te stressen. Maar het is gewoon iets wat, ja, ik kan, van mijn gevoel kan ik niet zonder. Ik kan niet zonder mijn telefoon. Misschien als ik de vuilnis buiten zet of ik ga even een rondje doen buiten of zo, weet je. Tuurlijk. Maar het is wel van belang dat, ik kan niet zonder je telefoon. Nee, mensen zeggen van, ik kan niet zonder je telefoon. Alleen het ding is dat dat ding is bij iedereen zo'n onderdeel van je leven geworden. Ja. Dat het niet meer weg te denken is. Kijk, en dat is eigenlijk ook wel een klein beetje het probleem. Of tenminste het probleem, het is maar hoe je er tegenaan kijkt hoor. Maar, ja, precies. Kijk, klopt. Kijk, ja. Die apps die je gebruikt op dat ding. Zij hebben als key driver of KPI is eigenlijk zorgen dat jij zo lang mogelijk in die app blijft zitten. Ja, klopt. Die designen die app op zo'n manier
Dat je dat ook gaat blijven. Dus je kent het wel, dat je in TikTok of in YouTube of Instagram, dat je in een soort van black hole terechtkomt waar je maar verder blijft scrollen en, blijft, en blijft kijken en er niet meer uitkomt, zeg maar. Infinity scrollen. Ja, maar precies. Dat is het hele ding. En als je gaat kijken naar, okay, wat is nou de meest invloedrijke ontwikkeling geweest in de afgelopen jaren, dan zullen heel veel mensen zeggen misschien van ja, het is technologie en dat is gewoon de innovaties rondom tech. Ja. Eigenlijk is dat gewoon dat wij steeds beter in staat zijn om te begrijpen hoe ons brein werkt. Cool. En dat dat steeds meer beschikbaar is geworden voor zelfs de kleinere bedrijven. Dus wat zijn ze nou waar zijn ze nou in staat? Ze zijn in staat om dat soort principes, omdat we weten hoe mensen denken. Wat dat betreft verschillen we niet van elkaar. Mm-hmm. En passen dat toe in het design van die apps. Dus een rood bolletje, een pingetje, een kleurtje in je scherm, confetti in je scherm. Ja. Die ervoor zorgen voor je gratification, waar je constant naar op zoek bent. Ja, dus klopt. Constant elk dingetje. Ik heb soms zelfs momenten dat ik denk dat die trilt. Tuurlijk, dat is, ja, inderdaad. Bijvoorbeeld soms heb ik dat ook, weet je. Ik heb bijvoorbeeld ook Amerikaanse kranten, om het zo te zeggen. Ja. Zoals de Financial Times, New York Times enzovoort, weet je. En dan bijvoorbeeld in de avond ben ik best wel actief ben ik gewoon bezig met mijn maten, weet je, aan het praten, weet je, dit en dat, bla bla bla. Meestal heb ik al op trail. En dan is het zeg maar van... Oh, ik heb een berichtje, weet je. Dan denk je dat je een berichtje hebt, maar als je gaat kijken, dan is het geen berichtje, maar iets anders, weet je. En dan weet je ook op een gegeven moment niet meer wat een berichtje is en wat niet, waardoor je automatisch gaat kijken van, oh, wie heeft mij iets gestuurd? Of het is NOS, of het is Nu, of het is RTL, of weet je, op een gegeven moment wordt het zoveel, waardoor je eigenlijk steeds je telefoon maar pakt, weet je. En dat is zeg maar die KPI, zeg maar, wat je zegt van, dat... Doordat je die melding krijgt, ben je dan geïnteresseerd. Oh, ik ga erop klikken. En dan zie je dat. Dan lees je die bijvoorbeeld bij wijze van spreken, die berichtje of die artikel. Bijvoorbeeld bij artikels is dat het geval. Dan lees je een artikel helemaal, zeg maar, dan lees je die helemaal. En dan vervolgens zie je andere artikelen eronder. En van, oh, die is ook interessant. En dan klik ik even erop. En dan klik je erop. Dan ga je die lezen en zo gaat het door. En dan zit je in zo'n cyclus vast. Weet je, hoe langer je zeg maar, in die app blijft, hoe meer advertenties worden gepubliceerd. En ja, en dat is iets wat zo lang, zo vergis je werk ook af en toe. Ja. De deadlines af en toe. Ja, dan, ja. Ja. Ja, maar dit is nu in deze periode is het best wel een dingetje. Want we zitten steeds meer thuis. We zitten steeds meer op onze mobiele devices. Gebruiken apps zoals YouTube. En ja, ik zit soms ook op YouTube. Ik kijk een video en dan is het volgende voorgestelde video. Die speelt automatisch door. Dus ik blijf kijken. Alleen soms dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je echt denkt van, what the fuck? Waar zit ik in godsnaam met kijken op dit moment? Ja, klopt. Het slaat er nergens meer op. Ja, en dat is ook een klein beetje, geloof ik, een driver achter die conspiracy theories die er zijn. Ja. Laat ik heel eerlijk zeggen, dat heb ik ook trouwens. Soms denk ik ook zo van, dan zit ik naar bijvoorbeeld naar die van die zielige filmpjes te kijken, weet je, van Po-nieuws en zo, weet je, van vroeger, weet je, waar ik echt met kromde tenen daarna zit te kijken, weet je. Dan zit ik zo te kijken en op een gegeven moment, ik vind het grappig, weet je, echt van die, ze pikken echt mensen uit die waar ze mee echt viral mee gaan, om het zo te zeggen. Dan kijk je daarnaar. Dan ga je er zo door en zo door. En op een gegeven moment kom ik bij filmpjes terecht waar ik me totaal van distancieer, om het zo te zeggen. Waar ik dan zit ik mezelf nog alleen maar bozer te maken. Dan denk ik van, ga er naartoe? Dit wordt met links naar rechts, weet je. Ik kijk best wel naar politieke video's, om het zo te zeggen. Omdat ik gewoon... ik ga niet 6 uur, 7 uur lang naar NPO Politiek kijken, weet je, als het een debat is. Dat ga ik niet doen. En dan kijk ik meestal naar zo'n korte versies. En dan kijk ik ernaar, dan kom ik steeds echt op. Van links naar rechts word ik echt gewoon gestuurd.
En dan soms, na twee uurtjes, dan zit ik echt van... Wat doe ik hier? Wat heb ik hier gedaan? Wat is nu het nut wat ik heb geleerd? Ik heb mezelf boos gemaakt. Ja. Ik weet nu alleen de ellende en niks is positief. Ja. Snap je? En dan op een gegeven moment dan denk ik van... Dit is in principe keiharde marketing. Ze willen jou gewoon zodanig in bedwang houden. Ja. Dat je verder kijkt. En dat je gewoon een soort van denkt van... Weet je wat... I don't care. Jij gaat kijken. Ik verdien geld. En zo. Ja, en in principe. Je hebt geen andere keus. Ja, maar dat is de andere kant van zo'n platform. Die driven misschien op jouw kijktijd. Hè? De tijd dat jij zo lang mogelijk op die app zit. En aan de andere kant. Zij verdienen daaraan. Ja, zeker. Er komen ads voorbij. Hè? Ja. Daar, het is dat ik de preview heb. Die model. Het is dat ik zelf. Omdat ik zoveel advertenties kreeg en ik vond ze heel irritant, betaal ik nu gewoon 10 euro in de maand. Ja. Gewoon YouTube Premium. Puur over het feit van, ja, die advertenties heb ik niet nodig, weet je. Ik ken die advertenties wel, weet je. En soms is het een maand hetzelfde, continu hetzelfde, weet je. Dan denk ik van, ja, weet je, dan heb je die premium maar. En dan betaal ik ervoor, weet je. Ik zeg het je heel eerlijk. Ik ben niet betaald door Google of YouTube of wat dan ook. Wil je echt video's op je gemak kijken? Premium. De beste van de beste. Echt waar. Dat is echt fijn. En het is wel echt... Ik kijk vooral maar naar hoe heet je nou? Naar zeg maar samenvattingen van voetbal. En heel toevallig. Kijk, zie je dat bedoel ik? Kijk, jij zat op voetbal. En ik deel ook best wel veel over voetbal. Dat is ook iets waar ik echt... Weet je, ik zou daar een moord voor doen, om het zo te zeggen. Om gewoon echt voetbal, zeg maar... niet meer te kunnen kijken, weet je. Bijvoorbeeld, stel je voor als mijn vrouw zegt, je mag geen voetbal kijken. Nou, dan barst er wat los bij mij. Maar nee, dat is het. Ik zou daar niet kapot slaan, natuurlijk niet. Maar er zal een pit discussie komen, om het zo te zeggen. Maar het is wel zo van dat... heel toevallig, hè. We praten nu over voetbal. En ik open mijn telefoon. Kijk, zie je dat bedoel ik, hè. Verslaving. Depay bereikt akkoord met Barça. Dan ga ik niet die vraag aan je, naar je toestellen, aan je stellen. Is Depay wel geschikt voor Barça? Jij bent trainer geweest bij de jeugd van Excelsior. Of dat ben je nog steeds? Nee, niet meer. Oké, dat ben je dan al geweest. Dan zie je Depay spelen. En dan, die gaat dan naar Barcelona. Ja, is hij wel geschikt? Ja, kijk, maar dat is iets wat zo lastig bepalen is. Ik heb ruim 10 jaar bij een jeugdopleiding mogen werken als jeugdtrainer. Mm-hmm. En als je gaat kijken naar het aantrekken van spelers, dus je scouten, je probeert spelers binnen te halen waarvan je denkt, oké, dat zijn goede voetballers. Ja. En denken dat uiteindelijk betaald voetbal in gaat redden. Ja. Natuurlijk niet allemaal. Dat is maar een klein percentage die het daadwerkelijk haalt. En alleen, ja, je hebt geen idee. Hè, ik heb jongens op stage gehad in de trainingen. En ik denk van, wow. Bizar. Die zijn goed. Ja. En aangenomen, volgend seizoen start je het seizoen. Maar er zijn hele andere factoren. Want normaal gesproken ben jij de beste speler in je team. Ja. Je komt bij een andere club. Waarin allemaal van dat soort spelers zitten. En jij bent dan een van de. Je hebt niet meer dat zelfvertrouwen. Die boost die je krijgt van je teamgenoten. Die altijd maar de bal naar je toe spelen. Die altijd maar zeggen, ja, speel de bal naar hem. Of laat hem maar doen. Dat geeft je zelfvertrouwen. En daardoor presteer je. Dat klopt. En in zo'n elftal. Heb je er nog 10 in het veld lopen. Ja, dus precies. Het is niet meer zo speciaal. Ja, klopt. Kijk, en Depay die presteert nu, of die heeft in de afgelopen periode gepresteerd. Alleen ja, en dan kom je in Barcelona. Nou, laten we even vanuit gaan van wat we van Barcelona spelen, dat er altijd wel kwalitatief spelers rondlopen. Ja, dat zeker. Dat Barcelona is ook, laten we heel eerlijk zeggen, het is geen Nederlands elftal of een Lyon, om het zo te zeggen, voor Depay. Dus ja, je zou in de schaduw als Messi gaan spelen. Ja, dat moet wel. Of van Griezmann. Van Griezmann, ja, die... Ja, ja. Maar laat ik heel eerlijk zeggen. Nee, maar ik heb niet echt... Depay, ik ben zelf een PSV'er. Echt, ik ben...
weet je, Depay vind ik een geweldige speler. Weet je, hij had die attitude ook toen hij bij PSV zat. Weet je, dat ik ben de belangrijkste. En toen destijds was hij ook belangrijk. Hij was het scorend vermogen voor PSV. En laat ik heel eerlijk zeggen. Sinds dat hij zijn transfer heeft gemaakt naar Manchester United. En vervolgens naar Lyon bij Manchester United. Was het wel moeizaam voor hem? Tuurlijk, je hebt te maken met Engelse spelers die fysiek veel beter zijn. En technisch ook heel, die zijn heel sneaky. Bijvoorbeeld ook op passing in Brittannië, in de Engelse Premier League. Dat is heel, hun passing is vele malen anders dan wat je hier in de Eredivisie ziet. Weet je? De Eredivisie vind ik best wel op bepaalde vlakken heel armoedig. En zelfs Ajax. PSV ook, Feyenoord ook, die op bepaalde vlakken vind ik als het gaat om passing, vind ik heel armoedig. Tenzij, zodra zij Europees spelen, dan zie je een heel ander soort spel. Ja, vooral bij Ajax en PSV. Feyenoord zie je nog wel echt het Feyenoord mentaliteit in. Dat is ook zeg maar hun kenmerk, dat zie je ook in hun spel. Ja, vraag me af of sommige... het voordeel is van ze, maar... Wat zei je? Vraag me af of dat het voordeel is, maar... Ja, dat is maar de vraag. Maar, maar je ziet wel dat sommige tegenstanders wel het moeilijk kunnen krijgen, weet je, als ze hun eigen spel spelen. Maar je ziet wel bij, bijvoorbeeld als Ajax, zeg maar, bij Champions League speelt, dan spelen ze echt Europees. Als PSV Champions League speelt, dan zie je wel een ander soort mentaliteit. En dat is iets wat zeg maar... hoe zou ik het nou zeggen? Raar is. Terwijl je eigenlijk je eigen spel moet spelen, wat je ook in de competitie doet. En in Champions League. De Spanjaarden en de Engelsen, die doen dat wel. Die spelen hun eigen spel. Wat ze doen daar in La Liga of de Premier League, doen ze dat ook gewoon in de Champions League. Bijvoorbeeld die passing, die fysieke krachten, noem het maar op. Dat zie ik best wel vaak. Wel vaak terug. En dat is iets wat ik denk van, ja, is dat niet... dat Nederland gewoon niet meer het land is waar iedereen eigenlijk op heeft gehoopt als het gaat om de clubs. Ik vind het niet raar. En waarom vind je dat niet raar? Nou, als jij stel je bent je speelt voetbal, je staat op het veld en je speelt tegen FC Bal op het Dak, tegen gasten die kunnen er echt geen reet van. Ja. Hoe gaat jouw spel eruit zien? Ja, goede vraag. Je kan op halve kracht. Dus je gaat ook op halve kracht. Ja, tuurlijk. Waarom zou ik die volledige inspanning moeten gaan leveren als ik het ook op halve kracht kan? En dat sluipt erin. Maar als jij tegen een tegenstander speelt en je hebt meer winnersmentaliteit, waar ik vanuit ga als je topvoetbal speelt. Ja, tuurlijk. En je speelt tegen een tegenstander die misschien wel beter is, dan ga je ook 3 keer harder lopen. Dus je gaat meer je best doen. Ja. Wat 9 van de 10 keer tot betere prestaties gaat leiden. En daarom vind ik het altijd zo... Ja, ik vind het altijd wel bijzonder dat je dan... dat er altijd wordt gezegd, ja, hoe kan je nou verliezen van die tegenstander? Ja, ik vind het allemaal niet zo gek. Want dat zijn de moeilijkste wedstrijden eigenlijk wel. Ja, klopt. Klopt. Dan moet je je volledige focus, je volledige, hoe zeg je dat? Je moet hetzelfde kunnen presteren tegen een Feyenoord tegen Ajax als bijvoorbeeld een Feyenoord tegen ADO. Maar die Ajax en ADO zijn niet hetzelfde. Nee, klopt. En maar het is ook zo van dat, wat ik vooral heb gemerkt, is dat, vooral hier in de Eredivisie, ik merk gewoon dat... de klassiekers en de toppers. Die worden niet... Als ik hun spelwijze zie, dan denk ik van, waar zit ik naar te kijken, joh? Wat is dan voor armoedige wedstrijd, weet je? Ja, maar als ik kijk naar bijvoorbeeld in Vitesse en in Utrecht, dan zie je gewoon die clash gewoon, weet je? Bijvoorbeeld, dat zijn 2 clubs die tegen elkaar op kunnen, weet je? En dan kijk ik liever naar bijvoorbeeld naar een Utrecht en een Vitesse... dan dat ik zeg maar naar PSV Ajax kijk of naar PSV Feyenoord of de klassieker of AZ, weet je, dat soort, want wat je precies zegt, het is soort van je weet wie daar gaat winnen, een of andere manier, al binnen een kwartier weet je al hoe de spelwijze gaat, tenzij je bijvoorbeeld bij een achterstand van 3-0 een gekke comeback erachteraan komt, weet je, dan is dat wel leuk om naar te kijken natuurlijk, maar het is wel zo van Nederland is niet meer
het land geworden waarvan je zegt van oké, de Nederlandse competitie, daar kan je mee concurreren met de Duitse of met de Engelse of met de Schotse of met de Spaanse. Want ik kijk best wel het liefst. Ik ben zelf een diehard Real Madrid fan, weet je. Ik kijk alleen naar wedstrijden van ongeveer de top 5 waarmee Real Madrid mee speelt. Of met Osasuna, of met Atletiek Bilbao. Dat soort clubs, maar niet echt clubs zoals Almeria of noem eens een club in Spanje. Wat zeg maar middenmoot. Real Sociedad. Dat, weet je, dat soort dingen. Maar bijvoorbeeld in de Premier League, Engelse Premier League, daar kijk ik heel graag naar. Met alle plezier. Weet je, dan je hebt de Big Five, de Big Six. Weet je, Arsenal tegen Norwich of Arsenal tegen Leicester City. Daar kijk ik naar. Dat zijn echte wedstrijden, weet je. En dat is ook lekker fysiek ook best wel lekker om naar te kijken, om het zo te zeggen. In de zin van, ze beuken elkaar. Overtredingen die waar hier makkelijk rood voor wordt gegeven, wordt daar gewoon, ja jongens, even handjes schudden en wegwezen, weet je. Het is wel van, ja, je ziet echt het grote verschil. Bijvoorbeeld in jaren 90. Ajax was niet weg te denken toen, dat moment. Maar ze hadden ook een selectie waar je u op kan zeggen, Kluivert. Help eens mee, wie nog meer? Maar luister, Amari. Voetbal is ook wel veranderd in de afgelopen jaren. Ja, zeker. He, want we hadden het net over markten die veranderen. Technologie heeft ook zijn weg gevonden in de voetballerij. Dus wedstrijden worden geanalyseerd. Op individueel niveau, op spelers wordt er gekeken van oké, we gaan al je balcontacten bekijken. Dus je echt op details wordt er gekeken naar een wedstrijd, geanalyseerd. Tactieken worden daarop aangepast. Dus waar gaat het om? Het gaat echt om de kleinste dingen die het verschil maken. Klopt. Dus ga naar een Premier League club kijken waar budgetten zijn. Ga naar de tweede, derde divisie kijken. Er zijn nog steeds clubs die grotere budgetten hebben dan bij ons in de Eredivisie. Ja, zeker. Zeker. Dat is ook een heel andere categorie dan de meeste clubs. Ja, en zeker. Die hebben dus veel meer middelen om dat soort dingen ook te kunnen doen. Zeker, ja. Dus wat krijg je? Het gat tussen de top van een competitie en de middenboot en lager is gewoon vele malen kleiner dan als je ons in de Eredivisie gaat kijken. Ja. Toen Excelsior bijvoorbeeld nog in de Eredivisie speelde, ja, dat is een club met een minimaal budget. Klopt. Met een stadion van rond de 4000 mensen. Ja. Ja, dat is even wat anders dan een arena of de Kuip of Philipsstadion. Waar gewoon veel meer mensen in kunnen. Grotere budgetten zijn, dus veel meer middelen. Maar dat spreekt ook voor zich. Hè? Maar bijvoorbeeld Excelsior, die kon ook Europees spelen, een tijdje geleden. Ja, dat zou wel dan de kleinste club zijn in Europa League, om het zo te zeggen. Maar dat moment dacht ik van, hoe mooi zou het zijn dat een Rotterdamse club, die best wel heel klein is, uit Kralingen, dan Europees gaat spelen, Europa League. Ja, dat zou toch geweldig zijn. Ja, bijvoorbeeld zo'n kleine clubje, weet je, dan in Europa. Laten we heel eerlijk zijn. Het is hartstikke leuk hoor, maar... Ja, je wil niet dat ze niet winnen. Ook wel ver komen. Ja. Weet je dat? Ja, laat ik je. Ik vind bijvoorbeeld laatst nog de Graafschap Helmond Sport. Weet je, ik zat dan die samenvatting te kijken en ik zat ook. Bijvoorbeeld, die had ook op mijn story gereageerd. Ja. die had sowieso. Die moet ook naar zichzelf kijken. Besef even, je weet dat Helmond echt op een. Die is daadwerkelijk gericht op een punt. Want het boeit hun niet. Ze staan toch 12e in principe. Verliezen of winnen. Het boeit ons niet. Dus met een 0-0 kunnen we het beste winnen. Ja. Maar dan moet er dan niet een lampje branden bij de trainer. Van oké, ze zijn hier ze komen hier voor een punt. Wat kunnen we gaan doen? Dan moet toch al bij de tweede helft al een soort van tijdens rust moet al toch een lampje branden van oké, ik moet nu met 3 verdedigers gaan staan en weet je en alleen maar alleen via de backs weet je gaan aanvallen. Moet er dan niet een lampje branden op dat moment? Weet je, ik heb die samenvatting gezien. Er zijn zoveel kansen die ze niet konden benutten. Weet je, dan denk ik van
En Helmond, bijvoorbeeld, de Helmond Sport heeft al niet zo'n groot budget. Want hun meeste budget gaat naar het verbouwen van een stadion. Dat is al, dat de gemeente ook mee wil helpen, dat is leuk. Maar dat is dan op een of andere manier is het stuk gelopen. Maar het is ook wel zo van dat een club een club als Helmond Sport of een Almere City of wat dan ook. Bijvoorbeeld ik zie de Graafschap best wel een grote club. De Go Ahead Eagles ook. Wat nog meer? Cambuur ook. Dat zijn grote clubs daar. Weet je? Die passen daar niet in principe. Weet je? En die gaan dan naar de Eredivisie. En die verliezen er bij wijze van spreken ook echt van clubs zoals RKC of wat dan ook. Weet je? Dan denk ik van, waar gaat het dan mis? Weet je? Cambuur heeft ook een budget. Maar dan gaat het toch wel iets mis. Dan is het niet de directie, maar dan is het echt daadwerkelijk de trainer en de speler. Of zie ik het nou verkeerd? Ja, ik zit bij die club zit ik er niet zo in. Dus daar vind ik wel lastig om daar iets over te zeggen. Maar kijk, er wordt van buitenaf is het natuurlijk heel makkelijk om daarop te beoordelen. Kijk, ik heb ook situaties dat je inside weet wat er speelt. En dat kan absoluut invloed hebben van wat er op het veld gebeurt. En daar kunnen zeker de directie ook mee te maken hebben. Want je hoort soms al de gekste dingen. Als je naar die voetbalwereld gaat kijken, dat is echt een rare jungle. Wat dat uiteindelijk gewoon is. Klopt. Maar kijk, we even gaan kijken op het veld. Daar staan trainers en spelers. Een trainer die bepaalt een tactiek. Die bekijkt vanaf de zijkant. Alleen ja, ik vind wel dat je als speler moet je daar ook onderdeel van zijn. Je moet wel een beetje begrijpen wat gebeurt er nou eigenlijk in het veld. Ja. En ook wel slim genoeg zijn of in ieder geval snug genoeg zijn dat je een wedstrijd kunt lezen met dat je erin zit. En kunt bepalen van oké, ik heb nu 3 acties gemaakt. Die 3 acties waren niet de beste. Dus de 4e keer of misschien de 2e keer dat je al denkt van nou, ik ga eens wat anders doen. Ja. Of het vraagt me om wat anders. En als trainer wil je dat dat spelers in het veld dat soort keuzes gaan maken. Je kan wel langs de kant gaan staan schreeuwen en gaan doen. Vaak komt dat toch niet eens binnen. Hè, dus, klopt. Ja, ik zie. Het is wel je taak om dat te bewaken, zeg maar. Tenminste, zo zie ik het hoor. Je probeert samen met je team een strategie te formuleren waarmee je tegenstander te kunnen winnen. He, dus je biedt de handvatten die spelers nodig hebben, waarvan jij denkt dat spelers die nodig hebben om dat resultaat te kunnen halen. Maar uiteindelijk, zodra die gasten op het veld staan, moeten zij het doen. En als, ik had zo'n filmpje van een paar gasten die doen van die sketches. Zo'n Pep Guardiola, die dan zegt tegen Aguero van, als je penalty, doe normaal, doe geen gekke dingen, schiet er gewoon in, Chelsea. Schiet die bal gewoon in de hoek, man. Ja, precies, ja, maar dat, maar even zitten, ik weet het. Ja, het is leuk als die erin gaat, dan hoor je niet aan. Ja, maar, nee, dat was, bijvoorbeeld, je hebt een Depay, je hebt een Ramos, die doet dat uitstekend, weet je, dat is een Pirlo, en wie nog meer, die doet ook zo'n, wie doet dat nog meer? Even kijken, welke speler doet het nog meer? Pirlo, die deed het ook. Wat is die Panenka? Ja, die Panenka, je had Ramos, ja. Je had Depay. Je neemt gewoon risico door zijn penalty. Ja, maar die Panenka van... Het ziet er wel leuk uit, laten we eerlijk zijn, voetbal is uiteindelijk entertainment. Ja, zeker. Maar dat was wel echt, dat was wel, op het moment dat hij hem schoot, bijvoorbeeld, ze hadden een angle, zeg maar een camera angle gepakt, waardoor je aan zijn gezicht zag van shit, dit is niet goed. Ja, dat zag je ook gewoon een beetje. Maar het is ook zo van, kijk, en Panenka, je kan het of je kan het niet, weet je. Het is ook van, of je kan, bij een Panenka kan je echt zomaar ook, zeg maar, helemaal overschieten, weet je. Dat kan ook zomaar, of tegen een lat aan, of wat dan ook, weet je. Maar ik durf zo'n Panenka nooit te nemen, weet je. Ik schiet hem altijd gewoon door het midden. Gewoon keihard, weet je. Desnoods pakt hij hem gewoon. Neem je ook een risico mee door hem hard keihard door het midden te zien. Want het is gewoon niet geplaatst. Ja, daarom dat is niet geplaatst, inderdaad. Maar het is ook zo van, je,
bijvoorbeeld wat jij eigenlijk in het begin zei, daarvoor, bijvoorbeeld dat de trainer eigenlijk alleen maar zit te schreeuwen en 9 van de 10 keer die krijgen het niet binnen. Daar heb je gelijk in. Want ik merk vooral bijvoorbeeld bij een trainer die zit zich kapot te schreeuwen aan de zijkant. Maar hij staat niet in het veld en je weet niet, hij weet niet wat goed is en wat fout is. Maar als voetballer, weet je, aangezien ik was vroeger voetballer geweest, heel eventjes maar. Want de liefde voor kickbox was groter. Was wel gescout door grote clubs. En weet je, als linksback, weet je, ik was trouwens aanvallende linksback, als je dat wil weten, en de luisteraar ook. Weet je, ik was zo modern, weet je, met de rechterpoot aan de linkerkant, weet je, naar binnen duiken als het moet. Ja, buitenkant rechts aannemen. Ja, dus buitenkant rechts aannemen. Dat zijn trainers die ook, neem het dan met links aan. Precies, daarom. Weet je, maar als het gaat om voorzetten, zit ik aan de linkerkant, weet je. Aan de rechterkant, weet je. Dan schiet ik hem zo, zeg maar, de 16 in. Maar 9 van de 10 keer zat ik echt aan de linkerkant. Echt zo van buitenkant voetje echt aan de lucht aannemen, weet je. En dan weer lopen. En dan weer naar binnen. Nee, maar dan zie je ook bijvoorbeeld op het moment van, wanneer moet ik terug? Op het moment dat de tegenstander gaat drukken. En dat zie je ook vaak bij lange ballen. Op het moment dat een middenvelder iemand ziet lopen. Wat heb ik dan? Ik heb dan zo'n drang om zeg maar terug te lopen. Wat doe ik? Ik ga dan weer teruglopen. Terwijl dat moment, zodra ik terugloop, komt iemand vrij aan de zijkant, waardoor hij zeg maar vrij spel heeft. Waardoor hij zeg maar iets anders kan doen. Snap je? Dan denk ik van ja, dat moment. Dan ziet hij zo van ja, je moet zeg maar druk zetten. Maar op dat moment, als ik dat niet had gedaan, zou hij een lange bal geven naar de spits, waardoor de spits, dat was toen destijds een spits die onwijs snel was. Ja. Als ik dat niet had gedaan, dan zou mijn teamlid hem niet kunnen pakken. Ja. Dat is ook een beetje anticiperen, dat moment. Precies, en dat is het lastige. En je kan wel zeggen, de trainer die is verantwoordelijk. Maar als je in het veld staat, er staan 22 spelers in het veld. Nou, dat is, jij zit in één team, dus het zijn er de 11. Mm-hmm. Als het goed is. Mm-hmm. En op het moment dat zo'n speler een bal heeft, dan zijn er 11 spelers van de tegenpartij die naar die gast kijken. En die gaan denken, wat zou hij nu gaan doen? Ja, precies. Vanuit 11 verschillende standpunten. En andere manieren van denken over wat zou moeten gebeuren. Tenminste, je hoopt dat de strategie redelijk duidelijk is. De tactiek redelijk duidelijk is van hoe je het wil aanpakken. Maar ja. Voetbal is een spel van keuzes maken. Klopt. Elk moment, elke situatie is anders. En iedereen maakt hopelijk dezelfde keuzes. Maar nu vergelijkbare keuzes in een strategie. Maar iedereen maakt zijn eigen keuze. Ja. Als jij het idee hebt, hey, er wordt een lange bal gespeeld. Ik moet teruglopen, want ik moet rugdekking gaan geven aan mijn centrale verdediger. Anders is die snelle spits die is er vandoor. Mm-hmm. Klopt. Dan maak jij die keuze. Maar als jouw teamgenoot, jouw spits denkt van, hey, die centrale verdediger heeft de bal. Ik ga druk zetten op hem nu. En jij loopt net terug. Dat die gast op dat moment denkt, die de bal heeft. Oh, hey, die back komt vrij. Die buitenspeler komt vrij. Ik speel hem lekker in. Gaan we lekker over de zijkant aanvallen. Ja, precies. Maar ik zeg het je, uiteindelijk, weet je, bijvoorbeeld om het af te maken. Hij gaf die bal aan die back, zeg maar. Die kwam wel naar me toe. Dus uiteindelijk heb ik hem wel, zeg maar, kunnen verdedigen, dat moment. Ja, daar ging ook wel vanuit, hè, dat jij hem zou pakken. Ja, dat moest wel. Anders niet serieus. Hij had toen tegen mij gezegd van, als je nog één keer de bal laat lopen, dan trek ik je gewoon eruit. Ik moest wel, weet je. Ik moest wel dat moment. Maar het was toen destijds wel een pittige wedstrijd. Maar heel veel trainers die hebben een bepaalde filosofie. En Koeman die deed dat trouwens heel goed bij het Nederlands elftal. Die kijkt niet naar zijn eigen systeem. Die kijkt eerst naar spelers. Wat kunnen ze? Snap je? Wat kunnen ze? Ja. Wat wil ik doen? Dan gaat hij daarmee combineren. En dat is ook het succes wat Nederland eigenlijk heeft. Ja. En ik zit, weet je, met alle respect naar de keuzes die ze maken in KNVB, aangezien de keuzes die zijn ook 9 van de 10 keer ruk als het gaat om trainers, behalve Koeman en Bert van Marwijk. Ik vind dat Frank de Boer gewoon echt zijn biezen moet pakken en wegwezen. Want ik kom mijn woorden niet uit, want ik vind hoe hij zijn werk bedrijft. Hoe hij dat doet, zeg maar.
Dat is misselijkmakend en bijna, ik maak me echt, nou, als wij de groepfase behalen, weet je, dan zijn we de beste. Dan gaan we zo de EK winnen. Maar wat hij wil doen, als hij kijkt hoe hij speelt en welke spelers hij wil aantrekken, dan denk ik van nee. Dan kan je het wel vergeten. Weet je, dan kan je het echt vergeten. Ajax wel een aantal kampioenschappen achter elkaar. Hij heeft vier landskampioenen achter elkaar gehad. Tuurlijk. Maar het is wel zo van, je hoort gelijk al dat je een Ajaxiet bent. Maar het is wel zo van dat, laten we heel eerlijk zijn. Hè. Na het succes van Frank de Boer bij Ajax, is het alleen maar naar beneden gegaan bij hem. Ja. Hij heeft wellicht een succes gehad bij Atlanta United. Weet je, en heeft hij. Het is zo van, bij Crystal Palace is het hem niet gelukt. Bij Inter Milaan, nou denk ik al na vijf wedstrijden werd hij eruit geknikkerd. Weet je, dan denk ik van, hij doet iets fouts. Wat bij Ajax goed ging, en bij anderen juist weer fout doen. Hij kijkt misschien niet naar de spelers, maar meer naar zichzelf. Wat is goed? Hoe kan ik mezelf beter profileren? En Koeman die doet dat juist niet. Van Bommel toen destijds met PSV deed dat trouwens niet. Ik zou persoonlijk, als ze per se een Nederlandse trainer willen hebben, hier in Nederland, zou ik zeggen, Cocu of Mark van Bommel. Waarom die twee? Dat zijn gewoon mensen die gewoon de spelen begrijpen. Weet je, ze nemen bijvoorbeeld Van Bommel. Ik snap nog steeds niet waarom hij ontslagen is en dan vervolgens Smit werd aangetrokken. Smit is nog 10 keer erger dan Van Bommel. Van Bommel, natuurlijk, het is een soort van het is een strenge man. Laten we heel eerlijk zijn, maar het is wel een trainer waarvan je zegt van, oké, hij heeft wel PSV naar een ander niveau gebracht. Hij heeft wel Mo Iliantaren een kans gegeven. Met Smit heeft hij dat niet gedaan. Zo simpel moet je het gaan bekijken. Snap je? En dat is zeg maar iets waar ik me aan stoor aan het KNVB. Ze trekken gewoon de verkeerde mensen steeds. Behalve Koeman en Bert van Marwijk. Weet je, dat zijn de juiste trainers. En Van Gaal, niet te vergeten, ook Van Gaal. Oké, bijvoorbeeld een keer hadden wij samen een discussie gehad. Nou, een discussie. Ik zei zo van, Nederland, KNVB moet uit dat ding stappen, zeg maar. Uit dat het continu alleen maar Nederlandse trainen. Ik dacht zo van, Wenger van Arsenal toen destijds. El Professor. Weet je? Dat is een ik weet zeker, zodra zij hem als trainer gebruiken hier in Nederland, tot KNVB. Jongens, gegarandeerd. Ik zweer het je, echt waar. Gegarandeerd wereldkampioenschap. Dat hebben we sowieso binnen. Gegarandeerd. Ja, maar hij presteert bij Arsenal gepresteerd. Laten we heel eerlijk zijn. Je bent niet zomaar 10 jaar een trainer bij één club. Ondanks dat je ruk presteert. Laten we heel eerlijk zijn. Arsenal is geen Nederlands elftal, hè, Marwan. En een nationaal elftal trainen is geen club. Ja, dat is wel zo, ja. Het is een wel club, je staat dag in dag uit met die gasten op het veld. Met een nationaal team. Heb je dat niet? Ja, maar het is wel zo van, spelers die vanuit verschillende systemen, verschillende clubs, verschillende culturen spelen. En die komen bij elkaar. Ja, klopt. Ik kan me best voorstellen dat het lastig is. En ik ben het absoluut met je eens dat je moet kijken van, oké, maar wat heb ik en wat kan ik daarmee? En wat denk ik Van Gaal heel goed heeft gedaan destijds. Mm-hmm. Ja, dat is nu bij de Boer misschien wat ongelukkiger. Maar je ziet wel, en of die keuzes nou juist zijn of niet, je ziet wel dat er nu andere namen voorbij komen. Ja. Gasten. Wat denk ik wel heel goed is. Want die moeten ook gewoon op een gegeven moment een plek gaan. Want je kan wel weer Robben gaan selecteren. Het is hartstikke goed hoor, dat je hem voor de laatste 10 minuten, kwartier nog in kan brengen. En dat hij nog wat dreiging kan zorgen. Maar ja. Ja, maar oké, dan vraag ik ook weer vooruit, hè? Dan vraag ik jou aan jou een vraag. En dan stel ik jou een vraag. Wie moet daar bijvoorbeeld, als je zou moeten kiezen, je bent trainer. Wie zou je dan kiezen? De Jong of Weghorst? Als spits. Ik zou Weghorst kiezen. Precies. En wat gaat dan de Boer doen? Die kiest dan weer dan de Jong. Waarom? Hij speelt bij Sevilla. En wat dan, bijvoorbeeld, hij is meer een kopper dan een loper. Terwijl Weghorst dat moment, als je een counter hebt, die kan lopen. Die kan nog rennen, Weghorst, weet je? Of Malen, weet je, dat soort spelers. En bijvoorbeeld een creatieve speler aan de rechterkant hebben El Ghazi. Die gaat hij niet meenemen. Dat weet ik 100% zeker. Hij gaat El Ghazi niet meenemen. Weet je, hij speelt. Hij scoort. In het bijvoorbeeld, wie scoort er nou
niet elke wedstrijd, maar hij scoort, wanneer hij zeg maar er staat, heeft hij wel een belangrijke rol binnen Aston Villa. Of een assist, of een goal, of wat dan ook. Dat is El Ghazi. Had de Boer niet een situatie met El Ghazi destijds? Bij ja, nee, dat was met Peter Bos. Hij was met Bos, ja. Dat was met Bos inderdaad. Had hem op een gegeven moment, weet je nou, je kon op een gegeven moment bij de KNVB Eredivisie kon je 22 spelers meenemen in je selectie. En die had hem toen, had ik bij Andy van der Meijden, gekeken. Had hem toen geïnterviewd, El Ghazi. En die zei zo van, ja, ik was gewoon 23ste man. Gewoon echt net daarbuiten. Dan denk ik van, ja, dat kan niet. Weet je, El Ghazi zou in principe de Ziyech zijn voordat Ziyech kwam. Zou de Ziyech zijn van Ajax. Was gewoon een hele creatieve speler. Snel, weet je, hij had van die snelle acties, weet je. En op een gegeven moment word je als 23ste speler aangekaart. Dan denk ik van, als dat met Ziyech kan je dat niet doen. Dan mag je niet maar, dan krijg je gelijk op je donder van Ziyech. Weet je, Ziyech is al best wel... Toch ook wel een dingetje. Ja, Ziyech was ook een dingetje hoor, trouwens. El Hamdawi, ik vond dat... El Hamdawi, weet je, dat was een special, echt een ongelooflijk goede spits. En die ging van AZ naar Ajax en daar ging het fout. Met wie? Frank de Boer. Het is de ideale spits, El Hamdawi. Maar hij had die keuze niet moeten maken. Hij had denk ik wellicht naar PSV kunnen gaan. Toen destijds. Dan had hij misschien meer kans gehad. Maar ja, natuurlijk, Ajax, je wordt beter betaald. Je krijgt auto van de zaak. Weet je, toen destijds was Ajax ook gesponsord door Mercedes. Nu volgens mij nog steeds, denk ik. Ja. Dus ja, een AMG'tje gratis van de zaak. Ja, waarom niet? Nee, ja, ik zou het ook doen. Ja, maar daar zou het niet om moeten gaan, toch? Volgens mij klopt. Liefde voor het spel. En dat je bij de beste club wil spelen. Als je dan bij Ajax klopt, zeker. Dan is dat wel zo. Ja, zeker. Ja, je kan het maar... Je bent zelf ook voetballer geweest, toch? Ja, ik heb zelf gevoetbald, maar niet op topniveau, hoor. Niet op topniveau. Gewoon dat echt, is heel grappig, hè? Dit is weer een mooi bruggetje naar het begin. Want je had het over docenten die ervaring hebben uit de praktijk, die voor de klas staan. En nu hebben we het over trainers. Weet je wat ik trouwens ook wel interessant vind? Ja. Trainers die geen voetballoopbaan hebben gehad, niet als prof hebben gespeeld. Ja. Hoeveel zijn er die trainer zijn van een profclub? Die zijn niet zo vaak trainer, hè? Bijvoorbeeld eentje van Sitter, die is dat wel trouwens. En die doet trouwens wel goed. Die is niet slecht. Maar als je nu gaat kijken, hè, naar jeugdopleidingen, en ik durf dat wel te zeggen, omdat ik best wel wat tijd heb rondgelopen bij verschillende jeugdopleidingen. Tenminste, je komt bij heel veel jeugdopleidingen. Ja. Er lopen heel veel jonge gasten, jonge trainers, goede jonge trainers. Zeker. Die niet per se een profachtergrond hebben. Maar die echt wel kunnen presteren. Ja, ik denk dat we veel meer van dat soort gasten ook... Ja, kijk maar naar Leipzig. Die heeft een hele jonge trainer. Is om ook jonge... We hebben het altijd wel over doorselecteren in teams. We gaan ook eens in dat trainerschap... gasten op positie zetten. Ik denk echt wel dat dat goed is. Dat is juist heel goed. Want laten we heel laten maar je kan wel elke keer weer een dik advocaat aanstellen. Ja, dik advocaat met alle respect naar alle Feyenoorders, weet je. Ik heb heel veel vrienden die zijn voor Feyenoord. Weet je, met alle respect, dik advocaat, zijn tijd is geweest in principe. Je hebt het goed gedaan, heeft een cv waar je u op kan zeggen. Weet je, daar dromen trainers van. Als je kijkt naar zijn cv, heeft in Fenerbahce... is hij trainer geweest. Hij is bij Southampton trainer geweest. Rusland ook. De Russische bond ook. Voetbalbond. Weet je, en dan, ja, even serieus. Dat is toch een trainer waar je gewoon... Dat is gewoon een legende als het gaat om trainers. Ja. Weet je. En ja, misschien op voetbalcarrière, dat weet ik niet hoe dat is gegaan. Ik weet wel dat hij bij ADO heeft gespeeld. Weet je, maar voor de rest is het niets waar ik denk van ja, dat is een goede voetballer geweest. Daar kan ik geen, of een goede voetballer, daar kan ik geen uitspraak over doen. Ik heb het nog nooit gezien. Ik was er nog lang niet, weet je. Dus ik was nog lang niet geboren om een uitspraak te kunnen doen. Ja. Maar even wat anders, hè. Ja. Je wil ook met de podcast beginnen, heb ik gehoord, hè.
Ja, dat weet je donders goed, je bent erbij betrokken. Nee, inderdaad. Nee, maar, ja, de bakje met Mar, dat doe ik echt meer commercieel-achtig iets, weet je. Dat is, ja. Volgens mij had ik niet moeten zeggen, maar het is, jongens, ik doe het wel echt omdat ik het leuk vind. Ja. Maar ja, het is hulp gevraagd, hè? Dus, ja, je hebt inderdaad om hulp gevraagd. Weet je, nu denken mensen, oh, die is alleen op geld gericht. Nee, jongens, even voor alle duidelijkheid. Ik doe dit echt daadwerkelijk omdat ik dit leuk vind. En, als je mij nu vraagt, verdien ik hier nu geld mee? Nee, nog lang niet, weet je. Dus, de teller staat nog op nul en ik investeer nu alleen maar met mijn eigen zak, weet je. Ik heb geen sponsors of wat dan ook, weet je. Ik doe het nu al bijna sinds 3 maart doe ik het al. En ik doe het met veel plezier, met veel liefde en ik doe nog een hoop achter de schermen, weet je. Ik ben bezig met grote mensen. Weet je, gewoon echt beroemdheden ben ik ook gewoon mee bezig om mee te handelen. Weet je, en gewoon echt e-mailtjes sturen, heen en weer. Daarnaast ben ik ook gewoon rustig aan het werk. Ik stuur fulltime studie daarnaast, weet je. Ik doe dit echt met zoveel plezier en liefde, ja. Dan moet je mij niet gaan denken van hij doet het voor het geld. Tuurlijk, ik ben wel commercieel in mijn hoofd, maar ik doe het wel met heel veel plezier en ik help graag. Weet je, het is niet voor niets dat je mij hebt benaderd en dat ik met open armen dat heb omarmd, weet je. Dus ja, ik doe het met liefde eigenlijk. Ja. Maar even misschien voor de luisteraar, want dit is ook gedeeld op de socials van de Creative Marketing Sales. Waar gaat je podcast over binnenkort? Nou ja, waar we het over willen hebben is... En dat is heel officieel, maar dat komt vanuit de hogeschool is er een thema dat gaat over digitalisering. En dat zie je gewoon omdat ons vak, elk vakgebied eigenlijk, heeft te maken met digitalisering. Ja, klopt. En dat moet een plek krijgen in het onderwijs. Ja. Een betere plek, een steviger. En nu wordt dat heel erg vanuit de Hogeschool Rotterdam gecommuniceerd van oké, dit zou het moeten zijn, zo gaan we dat doen, et cetera. Terwijl ik denk dat het juist goed is, en ook weer aansluitend op waar we het begin over hadden, is jullie, en als ik zeg even jullie als studenten, ik zou mezelf daar misschien ook nog wel onder scharen, hebben ook gewoon heel veel gevoel voor wat er in deze wereld gebeurt. Ja. Misschien nog wat beter dan no disrespect, maar dan de wat oudere docent die voor de klas staat. Ja. En ik denk dat dat geluid van wat dat dan, dat thema dat het daadwerkelijk is en wat dat dan zou moeten worden, dat dat veel beter leeft ook bij studenten. En ik denk dat het goed is dat we als school, dus docenten, studenten, maar ook dat werkveld dat er nog echt fulltime in staat, zeg maar, om daar gewoon te verkennen wat zou dat nou eigenlijk moeten zijn. En dat je met elkaar dat gaat verkennen en bepalen wat dat dan is en wat je dan zou moeten en beter nog, wat je zou willen leren. En ik denk namelijk dat je als student veel meer de regie moet krijgen. Veel meer moet kunnen bepalen, hey, ik vind dit leuk om te leren. Dit zou ik graag willen leren, want ik nu naar de toekomst kijk, dan denk ik dat ik daar naartoe wil. Ik weet het nog niet zeker, maar dit lijkt me leuk. Maar is dan... In plaats van dat wij zeggen, nou, dit moet je weten. Zo zou je het moeten doen. Stop je nu vol met boeken en kennis en weet ik veel wat. En dan ben je er klaar voor. Ik geloof daar niet in. Ja. Dus ik geloof daar ook niet in. Het mocht dat ik... Iedereen die hier betrokken bij is. Net als jij zegt van, hey, ik vind het tof. Ik doe het met plezier om zo'n podcast te maken bijvoorbeeld. Ja, nou, klopt. Onderdeel van digitalisering. En ik ga graag met studenten zoals jij... in gesprek en om te kijken van, hey, wat vind jij nou tof? Wat vind jij nou interessant? Hoe denk jij nou over bepaalde dingen? Hoe denk je daar nou over dat al die algoritmes, dataverzameling wordt gedaan en dat daar dat jij zo wordt gestimuleerd om op zo'n app te blijven? Wat vind je er eigenlijk van? Ja, precies. En als je dat als podcast doet, zeg maar. Kijk, mijn podcast is best wel heel breed, weet je. Bijvoorbeeld, ik kijk altijd naar, bijvoorbeeld, wat is interessant voor mij, voor mijn luisteraar, weet je. Ik probeer dat ook, zeg maar,
van allerlei invalshoeken te gebruiken, weet je. En meestal 9 van de 10 keer, weet je, iedereen mag het best wel weten. Zie ik een persoon die doet iets goeds, weet je, en ik heb daar een goed gevoel over. Ja, daar wil ik een interview mee doen, weet je. En doe ik me, sowieso doe ik mijn onderzoek naar het gesprek, ja, weet je. En dan, bijvoorbeeld, dan bereid ik me altijd voor. En vanuit daaruit wil ik dan, ga ik dan het gesprek aan. Weet je, met een kritische toon. Weet je, bijvoorbeeld net als daarnet, weet je, had ik ook best wel kritiek geuit over van hoe les wordt gegeven in het algemeen. Maar dan wel in een positieve zin, weet je. Ja. Het is wel zo van dat een podcast dat alleen gefocust is op bepaalde dingen binnen de opleiding, dat wel een verruiming zou kunnen zijn. Als je alleen boekwijsheden gaat gebruiken, wat al in het begin is gezegd. En wij hebben een klant, bijvoorbeeld wij hebben een klant voor school, waar wij zeg maar samen mee werken, bijvoorbeeld voor de derde cel, de laatste cel zeg maar, de derde cel. Daar werken wij zeg maar met een klant. En we hadden toen een verslag ingeleverd, een rapport. En die rapport die werd gewoon aan de kant geschoven. Je zei zo van, ja, dat is wel leuk, lief en aardig, die boekwijsheden. Maar het is wel, ja, ik wil iets waar ik mee iets mee kan doen. Weet je? En dat, aan dat moment ging bij mij een lampje branden, want ik vind dat school, volgens mij wordt er nu een heel groot glas op mij gezet de komende jaren. Ik vind het interessant, ga verder. Het is wel zo van dat, dat hoe heet je nou? Dat ik vind wel dat bronnen, boeken, eigenlijk de student blokkeren dan echt daadwerkelijke ervaring van een docent of van iemand anders. Snap je? En bijvoorbeeld nu krijg ik te horen van mijn klant wat hij allemaal heeft gedaan enzovoort. En dat ga je dan analyseren. Dan ga je kijken van wat kan ik beter doen? Dat is allemaal ervaring. Dan ga je zelf op onderzoek. Precies, weet je, dat stimuleert. En als je bijvoorbeeld zo'n podcast hebt, weet je, dan ga je ook op een heel ander soort denkwijze denken. Weet je, ook echt op daadwerkelijke niveau. Tuurlijk, je krijgt, weet je, ik heb boeken, bijvoorbeeld, ik heb de marketingcommunicatie boek, dat gele boek, weet je, dat is de Bijbel als het gaat om de marketing. Weet je, en dan lees ik het. Tuurlijk, ik ken bijna letter voor letter die boek, weet je, om het zo te zeggen, weet je. Ja. Maar als ik dat zou toepassen in mijn eigen baan of in mijn eigen podcast of mijn eigen onderneming, dan denk ik van, dit kan niet. Dit is onlogisch, weet je. Maar aan de andere kant begrijp ik ook waarom zij boekwijsheden eigenlijk erin wordt gepropt. Alleen puur om de basis te geven van hoe ondernemers, succesvolle ondernemers zijn begonnen. Maar laten we heel eerlijk zijn. Ieder bedrijf heeft een business model. Uiteraard, die moet je hebben om iets te kunnen doen. Een basis. Maar laten we heel eerlijk zijn. De bedrijven van nu, die nu een Instagram pagina hebben. Die nu aan het opereren zijn. Zouden die een business model hebben? Ja of nee? Dat is de vraag waar wij over moeten nadenken. 9 van de 10 keer denken mensen niet na over een business model. Ze zien iets. Oh, markt verkoopt goed. Ik ga een KVK-nummer aanvragen. En huppakee, ik ga het verkopen. Als je hun vraagt, heb je een business model? Nee, dat is toevallig ben ik zo begonnen en het is een uit de hand gelopen hobby. Dan denk ik van, dat is cashen. Dat is pas geld maken. In plaats van je helemaal kapot schrijven in iets waarvan je denkt van, dit kan succesvol worden. Jezelf eigenlijk hoop geven dat het gaat werken, terwijl het eigenlijk niet gaat werken. Ja, maar dat weet je ook niet van tevoren. Hè? Maar dat is ondernemen. Precies. Het is gewoon starten. Kijken wat gebeurt er. Hoe kan ik het optimaliseren? Of hoe kan ik het beter maken? Hoe kan ik ervoor zorgen dat dit succesvol gaat worden? Dan kan een boek handvatten bieden als je het echt even niet weet. Hè? Ik kan dat eens proberen. Hè? Ja. Maar ik denk dat het goed is. En dat vind ik ook wel tof. En daarom doen we dat ook wel in de opleiding. Dat je in contact komt met zo'n echte ondernemer. En dat je die kunt helpen. En dat jij gewoon je ding kan doen. Even los van dat rapport dat je maakt. Nou, dat is voor ons om dat te toetsen natuurlijk. Ja, precies. Maar los daarvan. Zijn jullie met zo'n onderneming aan de slag? Ben je met zo'n ondernemer aan het praten? Je krijgt een inzicht in waar die over nadenkt. Waar die mee te maken heeft. En jij denkt ook van. Oh, hoe zouden wij daar nou mee om kunnen gaan? Vanuit een ander perspectief. Ja. Jullie proberen daar een toffe oplossing voor te zoeken. Nou, dan ga je iets voorleggen van, hey, wij denken dat dit wel zou kunnen werken. Mm-hmm.
Nou, als je een opdrachtgever hebt die je goed hebt weten te managen en goed meegenomen in dat proces, dan zal die waarschijnlijk zeggen, nou, tof, gaan we proberen. En dan ga je kijken, werkt het wel of werkt het niet? Werkt het niet? Nou, hier en hier en hier ligt dat aan. Nou, dat ga je op den duur leren en ervaren en weet je op een gegeven moment mee om te gaan. Zeker weten. Word je beter in je vak, denk ik. Zeker, dat sowieso. Daar is het ook, zeg maar, doordat je het leert. Zeg maar, natuurlijk, je hebt de basis, maar doordat je het zelf gaat doen daadwerkelijk, dan leer je het, dan maak je echt stappen, grote stappen. Ja, ik ben ook heel vaak op mijn mondje gevallen. Weet je, op mijn mondje. Maar dat is juist goed. Weet je, heel veel mensen denken van, bijvoorbeeld, dat heb ik vooral op Instagram, weet je. Tuurlijk, ik ben daar heel humble in, weet je. Mensen die zeggen van, man, je bent lekker bezig, je bent dit, je bent dat. Weet je, er zitten alleen maar veren in mijn reet te steken, weet je. Maar dan denk ik van, nee, ik ben dat niet, weet je. Ik ben er nog lang niet, tuurlijk. Ja, maar je mag hem wel ownen. Ja, tuurlijk. Die owning, weet je, daar ben ik niet humble in. Dat zeg ik gewoon. Ik wil iets ownen wat ik heel graag leuk vind. Snap je? Ja. Mij boeit het niet wat mensen over mij denken. Maar het is wel zo van, kijk, tuurlijk, ik doe wel af en toe, zeg ik tegen mijn vriendin, ja, ik ben de beste, ik ben dit, ik ben dat, ik ben zus, dus ik heb zo, weet je. Tuurlijk, ik zeg dat, maar ik ga dat niet op Instagram zeggen, weet je, ik zeg dat wel soms als een quote, maar Ik ga dat niet nu zeggen op podcast. Zo ben ik niet, weet je. Want ik vind dat ik er nog lang niet ben. Ik ben er pas zodra mijn bedrijf 3 jaar elk kwartaal winst boekt van 200%. En als ik miljonair ben en ik heb 400 werknemers onder mij staan. Onder mij zitten, weet je. Als ik dat heb, heb ik het bereikt in het leven. Maar voor de rest, weet je, ik doe dingen gewoon wat ik leuk vind. Als ik er geld aan verdien. Top, ik ben wel een kapitalist. Als je iets investeert, moet je het terugkrijgen, een of andere manier. Weet je, ik ben ook gewoon een liberaal daarnaast. Weet je, ja, dat zit bij mij in mij, maar ik doe het wel met plezier, weet je. En media is al niet makkelijk. En media heb je al sowieso geen vaste contract. Als je die hebt, dan heb je dat met geluk. Nou, gelukkig heb ik dat. Heb ik zo'n geluk, weet je, dat ik een vast contract heb, maar voor de rest... Mij hoor je niet pronken hoor. Echt niet. Weet waar ik werk. Snap je? Je moet vooral zorgen dat je de dingen die je doet, dat je daar plezier in hebt, dat je het leuk vindt. Ja, precies. Zeker. Want dat gaat je helpen. Het is hartstikke leuk om veel geld te verdienen, Marie, denk ik. Ik kan er niet over meepraten. Ik kan niet zeggen dat ik rijk ben. Nee, snap ik. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk dingen te doen die ik leuk vind. Maar dat is belangrijk. Het werk wat ik nu doe... Ja, ik word daar gelukkig van, man. En, tuurlijk, dat is ook belangrijk. Ik heb geleerd dat het allerbelangrijkste is. Zeker. En wanneer is de eerste aflevering van de podcast? Ja, dat is een vraag in mijn hoofd. Het is de bedoeling om daar in de komende 2 weken wel mee te gaan starten. En of dat een podcast wordt, of dat we dat op een andere manier gaan publiceren, dat is nog even een vraag. Robert, ik voel een bepaalde druk. Die creëer jij, hè? Nee. En dat vind ik ook wat leuker. Kijk, ik kan dit zelf allemaal gaan doen. Ja, klopt. Ik vind het tof om dat ook wel met anderen te doen. Ik heb jou daarvoor benaderd. Ja. Ik heb nu een groep studenten, een stuk of 4, die... ik heb dit gewoon als opdracht bij ze neergelegd. Van oké, we willen dit gaan doen. Ik wil dat jullie helemaal gaan nadenken over het concept. Wat zou dat dan moeten zijn? Ja. Naast die podcast, wat moet er nog omheen allemaal worden gecreëerd? Dus denk aan misschien wel een website wat daarbij kan komen, waar we wat blogs kunnen schrijven, waar we wat content kunnen delen. Ja, precies. Andere socials die we daarvoor in willen zetten. Want ja, ik wil gewoon, ik wil een beetje geluid maken, man, in de hogeschool. Ja, dan snap ik dat. Dan snap ik zeker dat. De mensen die aan willen haken, die er misschien hetzelfde over denken. Of juist anders, ook goed. Ja. Kom maar. Precies, en maar dat maakt het ook weer leuk, weet je. Bijvoorbeeld, dat is ook iets wat... waar ik eigenlijk hier, bijvoorbeeld in Nederland in het algemeen... Dat vind ik heel tof. Weet je, verhalen uit twee kanten horen. Weet je, bijvoorbeeld... Het is niet zo van dat we... We hoeven niet per se met elkaar eens te zijn. Weet je, ik heb een kennis. Weet je, hij is links, ik ben best wel rechts georiënteerd. Hij is echt heel links, om het zo te zeggen. Echt zo'n SP-mannetje, om het zo te zeggen.
Ja, we kunnen gewoon echt... Echt, we zijn echt met elkaar oneens op bepaalde dingen, weet je. Van hoe het zit en bla, weet je, bla bla bla, allerlei grote gedoe. Zijn we gewoon in grote lijnen niet met elkaar eens. Ik zit wel met hem in het... bijvoorbeeld, ja, nu past Ramadan. Dit is 2 weken later eigenlijk voor de luisteraar. In Ramadan kon ik niet een terrasje pakken of zo. Maar ik kan wel met hem gewoon praten over koetjes en kalfjes, weet je. Gewoon echt gewoon gieren, lachen, brullen, weet je. Dat is geen enkel probleem, snap je? Ja. Maar als het gaat om grote lijnen, dan botsen we elkaar. Maar dat is niet zo van dat we ruzie hebben of wat dan ook. Maar dat maakt het ook weer mooi als je dat in een podcast hebt. Ja. Weet je, soms zijn we gewoon met elkaar eens en soms vraag ik je iets en waardoor het zeg maar gaat botsen. Waardoor het is ook weer een stukje marketing, waardoor het juist, ik geef ook gelijk een insight hoe eigenlijk media werkt. Mensen die geilen op, sorry voor mijn taalgebruik, die geilen op eigenlijk op sensatie. En als je sensatie hebt, trekt dat kijkers. En als dat kijkers trekt, dan creëer je aandacht. Of het positief is of negatief. Beide is aandacht. Er wordt over je geschreven, er wordt over je gesproken. En zo krijg je bekendheid. En dat is iets wat eigenlijk namens bekendheid... Het ligt aan jou hoe je brand eigenlijk in elkaar zit. En dat is in een pot, in de vorm van een podcast of iets wat dan ook. Weet je, dat is verschillend. Maar de mensen willen dat zien, een of andere manier. Het is menselijk. We houden van soort van ruzies en spanning. En daar kijken we graag naar, een of andere manier. Maar dit vind ik wel grappig, hè? Want jij zegt, eerder in deze podcast heb je het over... Ik heb samenvattingen gezien van dit, samenvatting van dat. En daar zag ik dit en dat. Terwijl een samenvatting is niet de hele context. Dus daar zie je ook alleen maar de highlights. Tuurlijk. Wat misschien wel wat betekent is. En dan kun je zeggen, wow, wat is dit dan? En dan ga je de hele situatie en denk je van, nou ja, als dit... Maar dat is logisch. Weet je, kijk, tuurlijk, ik heb niet de hele wedstrijd gezien. Ja. Kijk, ja, aangezien, ja, in die tijd zit ik naar andere dingen te kijken, weet je. Of ik ben ook gewoon aan rustig aan het werken toen destijds. Ja, precies. Weet je, dan kijk je naar samenvatting en dan zie je een heel ander soort beeld. En dat is precies, dat wordt ook, bijvoorbeeld de samenvatting dat online is gepubliceerd, zie je dan ook weer terug op social media. Alleen dat die stukken, die worden dan ook gepubliceerd, weet je. Dan kijk je ook terug hoe zeg je dat nou? Ik ben het kwijt. Heel slecht in een podcast, niet goed. In een samenvatting, als je dat, dan zie je dat terug en dan denk ik van, ja, het heeft wel iets met elkaar, snap je? Ja. Ik ben even afgeleid, iemand heeft me geappt, dus van werk, dus dat is niet goed. Maar het is ook blijkbaar belangrijk. Maar wat ik me dan, bijvoorbeeld ergens 2 weken is dan de eerste aflevering? Ja. Oké. En waar gaat het over? Heb je al een onderwerp in je hoofd of wat... Ja, we zitten 2 onderwerpen waar we over nadenken. Nog even kijken met welke we starten. En maar het ding is gewoon, oké, we willen vanuit 1 onderdeel gaan starten. Dus wat ik heel interessant vind is synthetic media. Dus je hebt het over deepfakes, over virtual humans. Nice. Ik vind dat mega interessant. Maar ik ook. Ja, kijk naar de huidige influencers. Hè? Maar dit zijn dus, als je het hebt over digital humans, of virtual humans, dat zijn dus virtual influencers die gewoon zo echt lijken. En mensen die kunnen daar relaties mee hebben, of die communiceren ermee. Ja, klopt. Nee, ja, ik heb zoiets van, hoe dan? Dat is ook gewoon echt... Een mindfuck, om het zo te zeggen. Een of andere manier. En dat is iets wat eigenlijk mij ook fascineert. Van hoe kunnen mensen dat echt bijvoorbeeld daadwerkelijk verliefd worden op een computer? Weet je, die met je praat, die gevoelens heeft een of andere manier, die je dingen vraagt. En dan denk je van, bijvoorbeeld en echt iets faken. Weet je, bijvoorbeeld nu, ja, ik vind deepfake vind ik wel iets wat interessant is. Want het kan, heeft positieve effecten, maar grotendeels ook negatieve effecten. Want dat kan iemand gewoon echt zijn carrière kosten. In principe. En dat is iets wat eigenlijk interessant is om daarover te discussiëren. Van hoe kan je dat eigenlijk beter beschermen? Want tegenwoordig heb je apps. Nee, van. Het is een stilstaand beeld.
En diegene zit helemaal zo te bewegen met zijn hele nek. En die zit gewoon mee te lachen en mee te... Dan denk je van, nah, je kan iemand zo belazeren, weet je. Weet je, bijvoorbeeld, dan denk ik van, nah, dit kan je niet maken, weet je. Dat is, ik vind dat interessant. Ik heb me daar trouwens ook niet in verdiept. Weet je, maar ik vind dat onwijs interessant, weet je. En het is iets wat eigenlijk, als marketeer is dat heel slecht. Als ik me daar niet in verdiep. Maar het is wel, de orde van de dag. Weet je, je kan niet linksom, je kan niet rechtsom ermee. Het wordt gebruikt. Weet je, en heel veel dingen die worden, bijvoorbeeld, die zijn niet bijna te onderscheiden tussen real en fake. Snap je? Ja. En als je bijvoorbeeld, dan moet je wel een heel goed oog hebben. En 9 van de 10 keer hebben die mensen dat wel, weet je. Of 6 van de 10 hebben die mensen dat wel. Weet je, en die kunnen die onderscheiding maken. Gelukkig, weet je. En ja, dan weet je, als je die onderscheid niet kan maken, ja, dan vind ik wel dat je even meer moet leren over hoe het in elkaar zit. Dan is zo'n podcast juist weer handig. Toch? Ja. Ja, en dat is tof. En daar ben ik wel naar geïnteresseerd. Om daar zo'n podcast over te maken. En sterker nog, ik had het hier eergisteren met een collega over. En we zijn ook aan het kijken om dat ergens in de hogeschool te doen. Dus we willen gaan kijken of we een keuzevak kunnen creëren. Superleuk. Waar we daarmee aan de slag gaan. En die zal iets van een naam krijgen van Are We Fucked? Kan ik me nu alvast inschrijven? Ja, we moeten eerst nog maar eens goedkeuring krijgen of het mag. Maar, precies. Ja, dit lijkt me mega tof om daar gewoon mee aan de slag te gaan. Zeker. Dus zeker. We willen daar niet een cijfer aan plakken, maar gewoon kunnen zeggen van joh, het is voldoende, onvoldoende. Ja, precies. Geen cijfer. We zijn gewoon benieuwd naar hoe zitten jullie daarin. Ja, klopt. Klopt. Maar dat is al een goed begin trouwens, hoor. Ja, toch? Dan zie ik het niet als student, maar echt meer als een professional. Precies. Maar dat is echt een goed begin, want daar moet het juist beginnen. En als je dat mee kan nemen naar het MBO, dan heb je het helemaal afgemaakt. Want daar juist, heel veel mensen die een MBO hebben, die gaan gelukkig nog doorstuderen. Maar er zijn ook mensen die niet doorstuderen. En ja, dat is ook prima. Ik wil niet zeggen dat het fout is, maar dan wil ik wel zeggen van ja, je hebt niet, dan vind ik dat je niet alles hebt gezien. Weet je, als je niet een media gerelateerde opleiding hebt gedaan of zo, weet je. Of communicatie. Er zijn gewoon, er wordt altijd dingen over gezegd, over MBO en HBO. MBO's kunnen ook gewoon echt goed zijn. Ja. In dingen die ze doen. En die hebben ook talent. Zeker. Ander talent. Zeker, zeker. En niet ten nadele, maar gewoon. Weet je, er wordt te veel onderscheid gemaakt tussen een HBO en een MBO. Ja, ik vind dat trouwens ook verkeerd, hoor. Allebei nodig, hè? En ze hebben elkaar nodig. Jazeker. MBO'ers hebben HBO's nodig en andersom ook. En ik vind, wat je net zegt, die hebben allebei talenten. Ik vind zelf, ik kom zelf uit het MBO. Ik ook. Weet je, ja, weet je, en ons talent ligt. Dat vind ik persoonlijk. Je mag het met me eens zijn of niet. Of je HBO hebt gedaan of master of wat dan ook. Je wil daarmee over mij, als je daarover wilt discussiëren met mij, weet je, van harte welkom. Ik nodig je uit. Maar ik vind dat MBO'ers die keihard werken, die iets willen betekenen in de maatschappij, vooral mensen uit de zorg. Weet je, die bijvoorbeeld die in een zorgingstehuis werken of wat dergelijke. Die keihard werken en dan vervolgens worden afgeschreven. Waarom? Omdat ze een MBO-diploma hebben. Ik vind dat niet kunnen. Of je bent automonteur of je bent accountmanager, wat dan ook. Weet je. Die worden heel snel afgeschreven. Waarom? Je komt uit die school. Je komt uit een MBO-omgeving. Terwijl juist die MBO'ers, wie zegt dat die MBO'er geen HBO-mentaliteit heeft en die is juist meer bereid om om meer te doen dan een HBO'er, dan die net een MBO'er om de hoek is komen kijken, bij wijze van spreken. Ik probeer niet alle MBO'ers aan één kam te scheren, weet je, want ik ben zelf ook een HBO'er. Weet je, om het voorbeeld zeg ik naar MBO. Ja, bijvoorbeeld, ik probeer niet alle HBO'ers door één kam te scheren, maar ik ben zelf ook een HBO'er nu. Weet je, en ik probeer ook iets van te maken, maar ik weet hoe het is om soort van, tussen aanhalingstekens, gediscrimineerd te worden als MBO'er.
Ik weet dat. En ja. daar, ik vind wel dat daar een oplossing gevonden moet worden. Want ik vind dat iets relateren aan een opleiding, dat vind ik verkeerd. Dat is al discriminatie. Want dan wil je per se die ene, dat ene mentaliteit hebben binnen je team. Dat vind ik niet kunnen. Ik vind dat je op basis daarvan ervaring moet kijken. En dat opleiding, dat moment, niet relevant is. Tuurlijk, je moet dat wel als opstapje zien. Maar dat moet niet als eerste plaats zitten. Nee. Of dat moet je loon zien te bepalen of wat dan ook. Ook daar gaan we mee aan de slag, Mar. We gaan volgend jaar in september starten ook met de projecten waarin mbo's en hbo'ers samen aan projecten gaan werken. Mag ik meewerken? Nog even wachten. Ik hoor het graag van je. We gaan klein beginnen. En hopen dat het steeds verder uit te breiden. Het mooie is dat ik de pilot mag draaien. Dus, lekker man. Lekker man. Mooi. Dat is ook gelijk een mooi primeurtje om dat ook te openbaar te maken. En we zijn er nu echt rem over ons tijd. Het is bijna 1,5 uur, zijn we al bezig. Dat wordt knippen. Het is bijna 19:30. Maar Robert, ik wil je onwijs bedanken voor je tijd. Omdat je mijn akelige stem kon aanhoren 1,5 uur. Ja, een leuk gesprek toch? Ja, zeker. Ik vond het onwijs leuk. Zeer interessant, ook hoe jij het bekijkt. En wellicht blijf ik nog vrienden met mijn andere docenten. Als na al dat kritiek die ik heb geuit. Nee, maar ik zit in een opleiding waar ik me echt vrij voel. Ik ben mezelf. Ja, ik hou van de docenten, echt waar, stuk voor stuk. Ja. Ik hou van jullie, echt waar. Echt dikke kus. Ik ben niet voor niets een ambassadeur van de opleiding. En ik ben jullie dankbaar. Ik ben Hoogschotterdam ook dankbaar. Cool. Voor de kansen die ze mij hebben gegeven en die ik mag aanpakken. En Robert, nogmaals, bedankt voor je tijd. Ja, bedankt. Bedankt. Wellicht in deel 2, wie weet. Want ik voel wel dat er meer in zit. Ja. En voor de luisteraar. Kunnen de luisteraar ergens jou volgen? Ja, ze kunnen me natuurlijk via Instagram volgen. Dus die kun je misschien wel linken in je... Jazeker. Zit in de beschrijving, jongens. Komt erbij. En Google anders. Dan kun je vast wel met me in contact komen. Toch, geweldig. Zeker. Is goed, dan zit dat erop. Ik check even de beschrijving. Volg mij ook niet. Vergeet mij ook niet te volgen. En ook uiteraard de pagina van Bakkie met Marsho. Ziet een beetje leeg uit. Maar er gebeurt nog een hoop achter de schermen waar ik aan het werk ben. Dat ga ik allemaal in één keer publiceren. Er komt ook een blog binnenkort. Dat komt denk ik ergens in 7 juni. Komt dat online? Daar kan ik nu alvast een datum van zeggen. 7 juni komt een blog, een website van Bakkie met Mar. Waar alle podcasts en kleine nieuwsartikelen erbij komen. En dan kan je dat lekker rustig nalezen en nachecken wat er allemaal is gebeurd. Van alle podcasts en kleine nieuwsfeitjes en kleinigheidjes om dat meer te kunnen weten. Nou, dat is dan weer verteld. Voor de rest staan nogmaals een hele fijne avond. Maak er wat moois van. En bedankt voor je tijd Robert nogmaals. Derde keer zeg ik het nu, weet ik. En voor de luisteraar, ik hoor en zie jullie volgende week met alweer een special guest in Bakkie met Mar Show. Jongens, fijne avond. Maak er wat moois van. De mazzel. Joe.